Hoi, ik ben Maurice Ermen. Ik geef les op basisschool De Uitvinding in Enschede. En ik geef daar wereldoriëntatie. Ik had het zelf niet zien aankomen, maar ik vind het erg gaaf. Ik vind het echt een eer. Dus het voelt supergoed eigenlijk. Ze worden echt overspoeld met verschillende beelden. En ik vind het wel belangrijk dat ze weten dat niet alles wat ze lezen of zien, dat het ook echt is. En dat ze ook handvaten krijgen van hoe kan ik dat onderscheiden van nep. En daarnaast bij het maken van film vind ik het heel belangrijk dat kinderen ook daarin hun talent vinden. Dan zou ik toch eigenlijk wel stiekem gewoon een slechterik of zo willen spelen. Dus ja, de Joker of de Terminator, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Hij kan heel serieus zijn, maar hij houdt ook wel eens van een grapje of zo. Hij heeft humor, hij is lief en kan heel goed uitleggen. En hij is ook gewoon super grappig. Ja, hij zit echt van hier tot Tokio vol met humor. Ja. Nou, hij is super aardig en heel grappig. Ik vind echt dat hij dat verdient om te gaan winnen. En dat gaan we zeker te weten ook doen. Dus meneer Ermen is de beste filmleraar van Nederland.